Hij is al aan. We zijn er. Ze hebben een nieuwe locatie. Nieuwe apparatuur. Een fabriek, ver weg. Slecht weer. Nou, onze collega Ubex. Arthur. Is er ook weer bij. Goedemiddag. Kijk hier. De namen van de wegnemers in Houwiksel. Van de Wegbrug. Die is geëikt in 2015. Ja, goed. We zijn nu bij de intree. Wat noemen ze dit? Bureau. Loonbureau. Die je binnenkomt om aan te geven wat je komt brengen. Een loketje. Die hebben zelfs gevoetbald. De kluis. Wc dan zijn. Nee, dit is een oude gieterij. Dat is het enige wat ik op het moment ervan weet. De gieterij is in een paar jaar niet zo. Eens kijken wat er niet zo is. Die zonders kunnen filmen. Kom hier, Arthur. Wat een papierwerk hier. Huh? Maar kom maar. Ja, weet je, dit is zo open en kijk hier, de deur staat gewoon open. Ja, dat is niet afgezet. Er zal misschien nog iemand wonen, dat kan ook. Iets specifiek naar boven. Ja, we zijn mooi op tijd hier. Oh, ik dacht, er komt wel harde trein op. Dat dacht jij ook, hè, Arthur? Schijnbaar. Dat komt. Wat zeg je? Zo, ja. Moet hij schijnen? Ja. Wat is schijnen? Kijk, de tijden dat je je eigenlijk kan melden. Ja. Is toch leuk? Vind je het leuk? Ja, maar ik vraag wel wat het is. Dat zijn... Het is mijn afdeling. Ja. Ik weet het niet, Schmerz. Soms weet ik het ook niet. Jongens, kom, we gaan gauw die fabriek kijken. Dat je nog niemand vangt. Dat is binnen het terrein. We gaan maar even hier kijken. Een bureautje. Zit er ijs in? Snoep. Nee, echt? Nee, snoep. Je thermometer. Grappig. Grappig. Hier was het ook. Oh. Bij Utaniaan. Hoe stond het toen? Hier de glazen er nog in. Voor als het weekend was, hè. Een biertje drinken. Kijk, ze zijn nog wel in de kerstsfeer. Ja. Kerstsfeer. Dan zien we nou overal een kerstversiering. Dat is altijd op elke Urbex locatie waar ik kom. Dan zie je nog wel iets van een kerstboompje of een kerstmis gerelateerd iets. Ja. Ephemerie. Kijk hier, dat zie je wel markeerd. Kun je hier laten behandelen. Dat is een foto van de fabriek zelf. Zijn ze die mallen aan het maken om te gaan gieten. Hier weer kerstmis. Kerstlampjes. Hier hebben waarschijnlijk medicijnen binnen gestaan. Ik zie nog een fotootje van die beste man. Laat hem maar niet zien. Dat foto's van mensen te laten zien is een beetje privacy. En dan denk ik van ja. Is dat ook al 30 jaar, 65 jaar bestaan. Dat kan ook. Want ik heb niet veel informatie over deze locatie. Hier kom je echt in de fabriek met die man. Ja. Arthur in de auto. Ze spiedt ook weer in paniek.
Waar zijn jullie? Help. Oh, ik moet weer schijnen. We gaan schijnen. Ja, dat het hier nog achter is gebleven. Komt hij aan? Ja, is die jongen de derde? Nee. Maar dat is als je met z'n drieën bent. Altijd alleen iemand die moet wachten. Oh, het is wel donker, maar wel heel mooi. Ik denk dat je meer succes hebt met de mooie foto's als je in de zomer komt met veel licht. Dat is als je in december gaat. Wat is dit dan? Iets raars. Ik heb een gieterij terecht. Nou, hier zit echt helemaal niks van. Zeer weinig. Een beetje teleur moeten stellen. We doen ons best om er iets van te maken hier. Koffie drinken of zo. Pauzes. Koffie. De plee. Toilet. Wat hebben we hier nog? Nou, het is wel heel groot fabriek. Daar ben je niet zomaar even klaar mee. Maar op een vieze fabriek. Ook smal op de grond. Viezerheid. Lassen zijn geweest hier. Denk ik. Kijk, ik zie lasdraad. Laskap. Je ziet deze lassen. Een brandere slang. Echt begedonken hier. Zonde. Ik kan niet scherp stellen. Nee, dat geloof ik. Maar misschien moeten we in de volgende hal, dat is misschien meer licht. Nee? Voor de foto's. Kijk hoe donker het is. Het is echt donker. Nee, dat gaat niet. Ik kan die foto nog in. Dan gaan we naar de volgende hal even kijken. Hier is misschien iets lichter. Hier wel iets meer licht. Hier staan ook wel machines. Dat is nog wat. Hier is wel iets beter. Qua licht dan. Dan loop je alleen maar door die smoor heen. Deze hier. Sorry. Ik ben al binnen blij mee uit. Ik ga straks nog even kijken. Dit is hier. Nou, dat is flessen wat je product erin zit. Een halletjes. Ik zie daar wel 2017 staan. Lijkt eerder dat het al heel wat langer ligt staan, denk ik. Nou, stop dan weer, denk ik. Ik zie dat nog een gedeelte is gebleven wat nog in werking was. Maar dit staat nog al lang weg hier. Ik hoop dat jullie er iets van kunnen zien, maar
zo donker je bent. Van te vertellen. Ik vertel alleen maar wat ik zie. Alleen maar wat ik zie. Dat is een man. En die is ook weer voor te lassen geweest. Ik ben zeker. Ja, ook weer afzuiging. Het is ook leuk, Arthur. Dat moet donker, hè? Nee, dat zie je wel goed. Ik denk dat er voor de mensen ook niet veel te zien valt. Wat zeg je? Dat voor de mensen, de kijkers, ook niet veel te zien valt. Nee, hè? Nee. Ja, wij zien het wel. Ja. Kan niet altijd feest zijn. De allermooiste plaatjes. Af en toe heb ik dan die locatie, die zijn zo donker. Hoe gaat het hier? Kun je mee helpen schijnen? Nee, dat heeft geen zin. Ook zo niet? Het is zo donker dat ik nog niet eens kan scherp stellen. Dat is het probleem. Ja. En is je op dak schijn, gaat dat ja, ook niet? Ja, dan heb ik de verkeerde belichting. Oh, oké. Okay. Maar je hebt ook een hoop rook dan voor je mens. Doe je aan. Ja, hè? die hebben geest op zijn foto. Die hebben zo'n verschijning, zijn ze. Ook werknemer volgens mij. Die het leven hebben gelaten hier. Denk ik, die zien overal spoken. Is hij spoken? Ga je zien hoe oud dat is. Dat is een leuk kantoortje daar. Hallo? Ik zeg, daar is een leuk kantoortje. Als je de deur,
Maar dan moet je eerder gaan, anders gaat Arthur gewoon naar binnen. Dan loopt hij weer in de weg. Weet je? Ja. En zo sjoggen we maar weer verder op zo'n locatie. Dat is dan ook te moeilijk te doen. Ja. Ik wil hier al naar binnen. Dan komen er mensen. Het is dicht hier, denk ik. Of niet? Tot door. Om de baas te bellen dat het niet goed gaat. Baas, we lopen achter. 3 weken achter. Wat? Het laat me. Dan zie je niet veel meer. Ik zet de bandjes. Ik zet de bandjes. Komt weer terug, hè? Ook is het de bandjes. Het is weer op de achter, mooi dat hij. Precies wat allemaal gebeurt. Piep schuif. Hè? Kijk, kunnen we mij ook even scheiden? Ja, ik scheid okay, ja, dat komt. Dat wil je even normaal doen, Arthur. We zijn met een serieuze reportage bezig. Oh ja. Ben je continu bij je grond? Kijk. Hallo? 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 Oh. Oh nee. Ik denk dat we hem aanhouden.